Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Prachtige tafereelen vanochtend na een koude nacht. Met rijp op veel plaatsen. En dat ziet er dan heel fraai uit als je het van dichtbij op de foto zet. En het weerbeeld was vandaag ook prachtig. Strak blauwe luchten. En dat zien we ook als we naar de satellietfoto kijken. Want er is gewoon heel weinig bewolking vandaag in de omgeving van Nederland. We zien wel wolken. Dan moeten we richting de Alpen gaan. En we zien ook bewolking boven Engeland. In Engeland valt er regen uit die bewolking. En in de Alpen hier en daar wat sneeuwval. Nou, de zon ertussenin over Frankrijk, Nederland richting het zuiden van Scandinavië. Dus weinig bewolking. Ook vanavond niet. Temperaturen gaan vanavond vrij snel omlaag. Het vriest al snel een paar graden. De wind stelt weinig voor en het is helder. Dan nog even terug naar de minimumtemperaturen van afgelopen nacht. Die lagen lokaal op min 7 graden. En op veel plaatsen in het binnenland matige vorst onder de min 5. Nou, de temperatuur pakt komende nacht waarschijnlijk nog net een fractie lager uit. En dat betekent dat we lokaal naar min 8 kunnen gaan in het binnenland. In ieder geval weer op veel plaatsen matige vorst. En ook langs de kust, temperaturen onder het vriespunt. Het blijft in elk geval helder, kan in de nacht wat nevel ontstaan. Misschien dat daardoor een lokale brug of viaduct overigens ook glad wordt. Dan kan er wat vochttransport naar het wegdek plaatsvinden. Nou, morgen overdag schijnt de zon weer volop. De temperatuur loopt op naar 3 tot 4 graden. En in het westen van het land zien we geleidelijk wel meer sluierwolken. Het zijn sluierwolken. Neerslag valt er niet of nauwelijks. Temperaturen hebben we gehad. Wind uit het zuidoosten een zwak tot matig kracht 2 tot 3. In het Waddengebied misschien een viertje. Dan gaan we naar de volgende dag, naar de donderdag. Dat wordt toch een ander verhaal. We beginnen nog met wat zon, vooral in het oosten. Maar geleidelijk neemt de bewolking verder en verder toe. En dan komt er ook neerslag aan. Maar waarschijnlijk valt die neerslag pas in de avond. En in de nacht naar vrijdag trekt dat dan verder over het land. Daar kan ook wat winterse neerslag bij zitten. Misschien in de nacht lokaal wel wat gladheid. Vrijdag overdag wordt het snel droog schijnt de zon af en toe. En is het al wat zachter met een graad of 6. In het weekend gaan de temperaturen verder omhoog. Zaterdag regent het geruime tijd bij 7 graden. En zondag gaat het kwiks. Zelfs boven de 10 graden uitkomen. Overigens valt er ook dan regelmatig regen en staat er veel wind. Nou, voor na het weekeinde zijn de temperaturen overdag redelijk normaal, zo rond de 7 of 8 graden. En ook de nachten vertonen, wat dat betreft, weer wat lagere minima. We gaan we eens een keer richting de 0 graden. En dat zijn ook normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl